Academia Radio. Welkom bij Ratatouille Radio en we gaan verder met Dirk's A tot Z van de popmuziek en we zijn aanbeland bij de letter E en we gaan ons voornamelijk, of helemaal moet ik zeggen, richten op de jaren 80. Dus we begonnen met Ice uit 1980 precies. En ze zongen No Woman of Mine Would. En dat komt van een EP van hun. Neil Meriwether werd 27 december 1945 geboren in Winnipeg als Robert Nelson Lilly. Hij is rockzanger, bassist en songwriter. Hij heeft met diverse artiesten samengewerkt, onder andere Steve Miller, Dave Mason, Rita Ford, Billy Joel en Rick James. Eind jaren 70 was Neil in Amsterdam. Hier ontmoette hij Kees Wessels, het ex-hoofd van Phonogram Holland. Ze tekenden een deal om een contract te krijgen bij RCA. Ze haalden Mike Willis van de Space Rangers naar Amsterdam. En ze recruteerden Kees Meerman, de drummer van Hermansbrood, Wout Romans. En Kees Spence, een saxofonist van de band van Nina Hagen. Samen begonnen ze de band Ice. Van Ice verschenen er 1 EP en 1 LP. En ze traden lokaal rond Amsterdam op. En ook tijdens de Hells Angels Jamboree. Maar vielen niet veel later uit elkaar vanwege wrijving tussen bandleden. I want to go to Huddersfield. Sex. And violence. Sex. And violence. Sex. And violence. Sex. And violence. Violence, sex, and violence,
Ja, hoe heette de nummer? Sex and Violence van The Exploited. Van het album Punk's Not Dead uit 1981. The Exploited werd in 1979 opgericht in Edinburgh, Schotland. Door Stevie Ross en Terry Boogan. Terry werd al snel vervangen door zijn broer Watty Boogan. Ze tekenden maart 1981 contract bij Secret Records. De band had in de jaren 80 een grote cultstatus onder een hardcore arbeidsklasse, punk en skinhead publiek. Oorspronkelijke streetpunk band werden de Exploited uiteindelijk een crossover trash band met de release van hun album Dead Bodies Dishonor in 1987. Hoewel de Exploited live bleven optreden, hebben ze sinds hun laatste album Fuck the System in 2002 geen studiomateriaal meer uitgebracht. Ondanks vele line-up veranderingen is Watty Boogan tot op heden nog de zanger en leider van de Exploited.
Dat was Eyes in Gaza uit 1982 van het album Drumming the Beating Heart kwam het nummer Transient Blues. Peter Beggar, een laboratoriumtechnicus, speelde in een kofferband voordat hij een Wasp synthesizer kocht waarmee hij experimenteerde. Hij bracht twee solo cassettealbums uit. Martin Bates, een ziekenhuismedewerker, speelde in Relucant Stereotypes en bracht ook een cassette met experimentele elektronische muziek uit. Kort daarna ontmoetten ze elkaar en samen vormden ze Idols in Casa. Beide bijdragen aan zang en verschillende instrumenten. De bandnaam is een verwijzing naar de roman Idols in Casa van Aldous Huxley. Na 6 albums gemaakt hebben, lasten ze een pauze in. Ze kwamen weer bij elkaar in 1993 met Elizabeth Ash, die eerder al bijdrage had geleverd bij hun eerdere albums, nu als fulltime lid. En hebben sindsdien regelmatig platen uitgebracht, zowel als duo als trio. Bates maakte ook soloalbums en zowel Bates als Becker speelden ook met anderen. Idols in Casa maakt nu nog steeds muziek. Mind will force the day.
1983, Echo and the Bunnymen met Porcupine. En dat komt van het album Porcupine. Echo and the Bunnymen is een Engelse band opgericht in 1978 in Liverpool. De oorspronkelijke line-up bestond uit zanger Ian McCulloch, gitarist Will Sergeant en bassist Les Peterson. In 1980 kwam Piet de Vrijdas erbij als drummer. Hij verving Echo, de drummachine. Na 5 albums te hebben gemaakt, verliet Ian McCulloch de band en maakte een soloalbum. Hij werd vervangen door voormalig St. Vitus Dance zanger Noel Burke. In 1989 kwam de Vrijdas om bij een motorongeluk. Na samen te hebben gewerkt als Elektra Fiction, begonnen McCulloch en Sergeant in 1970 samen met Peterson weer als Echo and the Bunnymen. Peterson verliet de band een jaar later. Nu, met 2 nieuwe leden, maken ze nu nog steeds muziek. Arrived from the Malabar front. Our forces in South India
Uit 1984, Eurythmics, van het album 1984, For the Love of Big Brother, kwam het nummer Double Plus Good. Eurythmics was een Britse popduo bestaande uit Annie Lennox en Dave Stewart. Stewart en Lennox maakten eerder één single als The Catch, waarna ze de band The Tourists begonnen, die in 1980 uit elkaar ging. Een jaar later begonnen ze Eurythmics. Het duo bracht vervolgens een reeks hitsingles en albums uit, voordat ze in 1990 uit elkaar gingen. Na bijna een decennium uit elkaar te zijn geweest, kwam Eurythmics in 1999 weer samen om een album op te nemen en in 2005 om een single te maken. De band won diverse awards, de MTV Video Music Award voor Best New Artist in 1984, de Grammy Award voor Best Rock Performance bij het duo or group with vocal in 1987 en de Brit Award for Outstanding Contribution to Music in 1999. En in 2005 werden ze opgenomen in de UK Music Hall of Fame. In 2014 en 2019 waren er korte reunies. Uit 1985, Elisa Wout, van het album Elisa Wout, Growing Pain. Begonnen als experiment van de Belgische broer en zus Halsje en Elsje Helewoud, werd de groep geboren op het ogenblik dat ze samen gingen met basspeler Sherry de Rijke, die daarvoor actief was binnen de West-Vlaamse band Red Zebra. Met hun voorliefde voor artiesten als Jacques Brel, Edith Piaf, Judy Garland en Joy Division, en de looks en de stem van Elsje maakten ze heldere popmuziek. In 1984 worden ze de editie van Humor's Rock Rally van dat jaar.
Toch duurt het nog ongeveer een jaar vooraleer de groep debuteert met de 6 nummers stellende mini-LP Elise Woud. Na nog 4 albums ging de band in 1990 uit elkaar. 5 jaar later komen ze weer bij elkaar en maken ze nog 2 albums. In 1998 verschijnt er ook een soloalbum van Elsje. Uit 1987 was dat Eva met Kek Korzak en dat komt van het album Kek Korzak. Eva Cepressi werd 22 oktober 1953 geboren in Budapest. Ze verscheen in 1972 voor het eerst in het trio Kotjabak. Eind 1973 begonnen ze samen te werken met Neoton. In 1977 werd dit Neoton Familia. In 1985 verscheen haar eerste soloalbum. Hierna bleef ze zowel solo als met Neoton Familia platen maken. Tonight I feel so weak, but all in love is fair. I turn you the cheek and I feel the slap and the sting of the foul night air. And I know you're only human,
and I haven't got talking room. But tonight while I'm making excuses, some other woman is making love to you. Somebody bring me some water. Can't you see I'm burning? Will this night be through? Wanna hear the breaking glass? I wanna feel the steel of the red hot truth. And I'd do anything to get it out of my mind. I need some insanity for that temporary kind. Tell me, how will I ever be the same when I know that that woman is whispering your name? Uit 1988 was dat Melissa Etheridge en ze had een beetje dorst, want ze vroeg Bring Me Some Water. En het komt van het album Melissa Etheridge. En dan kijk ik op de klok. Helaas, we moeten weer afscheid van jullie nemen. Vond je deze uitzending nu leuk en wil je hem nog een keer terugluisteren of andere A tot Z van de popmuziek of album specials die we eerder hebben uitgezonden terugluisteren, dan kan dat op ratatouilletv.wordpress.com. Ja, en dan eindigen we in 1989 met de Belgische Exotic Dissidents van de 12 inch I Wanna Be Loved By You. Is dit Check to the Air of the Underwear? Check, 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 check. Check to the air of the underwear. Check. Check, check, check. Check to the air of the underwear. Check to the air of the underwear.
to the air of the underwear. To the air of the underwear. And that's the end.